Zo, hallo allemaal, daar zijn we weer. We gaan, tenminste ik ga vandaag mijn favoriete opstelling met Arsenal met jullie doornemen. Een paar lekkere potjes gespeeld met deze opstelling. Dus die wil ik graag met jullie delen. Op doel beginnen we met Petr Cech. Nou, weinig over te zeggen. Dat is van de beste keeper bij Arsenal. Ik ben echt blij dat ze hem gekocht hebben. Eindelijk een fatsoenlijke keeper in het spel. Achterin beginnen we met drie man. Ja, met de zakker in het midden. Hij is niet snel. Hij is gewoon echt traag. Maar hij staat centraal. En ja, verder is het wel gewoon echt een beest van een verdediger met voorzetten en zo. Hij heeft gewoon alles. Dus dat is fijn. Bellerin en Koscielny op de zijkanten zijn beide wel snel. Dus die kunnen dat ja, in 9 van de 10 gevallen gewoon goed compenseren. Daarvoor Wilshere en Ramsey. Ja. Waarom? Allebei redelijk fitte spelers. Kunnen veel rennen. Dat heb je wel nodig ook in deze opstelling. Centraal daarvoor Cazorla. Hoef je denk ik ook weinig over te zeggen. Een man kan heerlijk pasen. Hij is redelijk snel. Hij is technisch. En dan op de buitenkant hebben we Theo Walcott op rechts. Nou, de snelste speler in het spel. Daar hoef je denk ik ook niet veel over te zeggen. En op links hebben we Sanchez. Ook gewoon een goede snelle speler. Fysiek redelijk goed in orde. En kan zijn doelpunten maken. Achter de spits hebben we Özil. Die moet natuurlijk ook de balletjes gaan geven naar de zijkanten. En voorin hebben we Giroud. Het is, ja, veel mensen vinden hem niet fijn. Ik vind het een hele fijne spits. Waarom? Hij is fysiek gewoon enorm sterk en hij kan koppen als de beste. Dus als je met Walcott en met Sanchez op de zijkanten speelt, ga die ballen gewoon voorgeven. Giroud die kopt gewoon echt heel erg goed en ik score regelmatig met hem met het hoofd. Dan gaan we naar de instructies toe. Nou, de instructies. Het is op zich vrij makkelijk. Giroud is targetman. Daar is hij gewoon echt uitermate geschikt voor. Özil heb ik gewoon laten staan zoals het is. Cazorla ook, Ramsey ook, Wilshere ook. Het is allemaal niet zo heel lastig. Sanchez heb ik bij support run heb ik get in behind. Dus gewoon lekker diep gaan. Walcott precies hetzelfde. Zodat je steekballetjes op ze kan geven. En die bal voor kunnen gooien naar Giroud toe. Naar achterin heb ik ook niks veranderd. Het is ook allemaal gewoon standaard. Dus het is allemaal vrij makkelijk met Arsenal. Ja, tactiek, die zetten we lekker op possession. Dus gewoon, ja, daar is Arsenal ook goed in. Gewoon lekker balletje rondspelen. En als de mogelijkheid daar is, diep en de kansen creëren. Nou, zoals ik zei, ik speel erg lekker op deze manier. Al aardig wat potjes gewonnen. Dus ik zeg, doe er je voordeel mee. Mocht je aanmerkingen hebben, laat het me weten. Mocht je iets een ander team graag willen dat ik het uitzoek hoe het beste speel. Tenminste, ja, in mijn ogen natuurlijk. Dan laat het ook weten. En als je wil, drop een like onderin, dat duimpje. Dat zou ik wel fijn vinden. En ik zeg, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.